Wordt er soms in de lens gekeken? Lazarus leest iedere dag voor een Dostoevskys Misdaad, misdaad en, straf. en straf Misdaad en straf Misdaad en straf Houd toch op man Laat haar maar kreperen Ik sla haar dood Nou ja, tralalalala la la la, Dat wil je niet weten Fjodor Dostoevsky. Daar zijn we Deel 4, hoofdstuk 1 Zit ik misschien nog in mijn droom? vroeg Raskolnikov zich opnieuw af. Want trouwig en op zijn hoede sloeg hij de onverwachte gast gade. Svidrigailov? Flauwekul, ik geloof het niet, zei hij uiteindelijk hardop, maar nog altijd beduust. De bezoeker leek van zijn kant absoluut niet verbaasd over die reactie. Ik heb twee redenen om bij u langs te gaan. Ten eerste wilde ik wel eens persoonlijk kennis met u maken, omdat ik veel over u gehoord heb, en wel in zulke bewoordingen, dat ik bepaald een gunstig beeld van u kreeg en nieuwsgierig werd. Ten tweede koester ik de hoop dat u wellicht niet zult weigeren mij van dienst te zijn in een zaak die uw zuster Afdotja Romanovna rechtstreeks aangaat. Als ik. Mij op eigen houtje en zonder aanbeveling bij haar meldt, zal ze mij misschien op grond van zekere vooroordelen resoluut de deur wijzen. Met uw hulp reken ik erop. Uh, Zet dat maar meteen uit uw hoofd, onderbrak Raskolnikov hem. Ze zijn toch gisteren pas in de stad gearriveerd, als ik vragen mag? Raskolnikov gaf geen antwoord. Hoe dan ook, ik weet dat mijn informatie juist is. Zelf ben ik sinds eergisteren hier. Laat mij alsjeblieft één ding zeggen, Rodion Romanovic. Ik acht het zinloos mezelf te rechtvaardigen, maar staat u me toe mijn kanttekeningen te plaatsen bij de vaststelling dat mijn gedrag misdadig zou zijn geweest. Als we er onbevooroordeeld met een nuchtere blik naar kijken, is dat immers nogal overdreven. Raskolnikov bleef Svidrigailov zwijgend opnemen. Men beweert dat ik onder mijn dak een weerloos meisje heb lastiggevallen en haar met, open, uh, met oneerbare voorstellen heb benaderd. Zo wordt daar toch over gesproken. Hè? Maar ik loop op de zaken vooruit. Bedenk dat ik ook maar een mens ben en niets menselijk, uh, niet heel humanum, uh, om kort te gaan. Ik ben niet immuun voor de bekoring die van iemand kan uitgaan, ook ik kan verliefd worden die dingen hebben we nu eenmaal niet in de hand. Zo bezien mogen we toch constateren dat mijn handelswijze volstrekt natuurlijk was. De vraag is alleen of ik me daarmee een monster heb betoond of dat ik zelf slachtoffer ben. of tenminste ben. U zult zich afvragen Hoezo slachtoffer, maar stel dat ik uitsluitend werd gedreven door eerzame gevoelens toen ik het voorwerp van mijn affectie trachtte over te halen om samen te vluchten naar Amerika of naar Zwitserland. Stel dat ik enkel en alleen ons bijder geluk beoogde. Onze wijze van redeneren richt zich per slot van rekening naar onze zinnen, niet andersom. Misschien heb ik in de eerste plaats mezelf wel te gronde gericht, wie zal het zeggen. Daar gaat het helemaal niet om," zei Raskolnikov zonder zijn weerzin te verbergen. "U bent een weerzinwekkend individu. Daar gaat het om, meer niet. Of u nu gelijk hebt of niet, de mensen willen niks met u van doen hebben. Ze vinden dat u moet maken dat u wegkomt. Waar wacht u nog op?" Svidrigailov barstte spontaan in lachen uit. "Wel, wel, jongen, jongen, jongen." Uh, u laat zich niet beetnemen, ging hij verder. Zijn vrolijkheid was niet gespeeld en hij vond het kennelijk niet nodig zich daarover te generen. Ik had u te slim af willen zijn, maar nee, u prikt er meteen doorheen. U gaat gewoon door met uw achterbakse trucjes. Wat nog? Hé, wat dan nog? Svidrigaïlovs humeur scheen onverwoestbaar, want hij bleef lachen. C'est de bonne guerre, zoals de Fransen zeggen, volgens de regelen der kunst en daar horen trucjes bij, maar u hebt me geïnterrumpeerd. Wat ik zeggen wou, is dat er, hoe je het ook went of keert, niks onaangenaams zou zijn gebeurd als die scène in de tuin er niet was geweest. Uh, mijn vrouw, ik hoorde dat, uw vrouw ook, dat u uw vrouw ook koud hebt gemaakt, is dat juist? Viel Raskolnikov hem botweg in de reden? Ik hoorde dat u vrouw ook koud hebt gemaakt, is dat juist? Viel Raskolnikov hem botweg in de reden. Zo, dus dat nietje is u even min ontgaan. Het zou ook eens niet. Eerlijk gezegd heb ik geen eenduidig antwoord op uw vraag, uh, hoewel mijn geweten dien aangaande volstrekt zuiver is. Denk dus niet dat ik mij ergens zorgen over maak. De hele aangelegenheid is volledig correct afgehandeld. Vergissingen zijn uitgesloten. Het medisch onderzoek wees uit dat er sprake moet zijn geweest van een beroerte die het gevolg was van het bad dat de overledene had genomen nadat ze zwaar gegeten had en bijna een hele fles... Weg had genuttigd. Een andere uitslag was per slot van rekening onmogelijk geweest. Nee, meneer, onderweg hierheen in de trein heb ik een tijdje zitten nadenken over de mogelijkheid dat ik medeplichtig ben geweest aan, aan dat ongeval. Misschien doordat mijn moraal haar kwaad maakte, zoiets. Maar de conclusie moet zijn dat mij ook in dat opzicht niks te verwijten valt. Raskolnikov moest, moest erom lachen. U wilt zich kennelijk. Per se zorgen maken? Wat valt er te lachen? Bedenk wel dat ik niet meer dan twee keer met de zweep heb gemept, er waren niet eens zichtbare sporen. Denk alsjeblieft niet dat ik daar cynisch over doe. Ik weet heel goed wat een misselijke streek het was, laat dat duidelijk zijn. Maar ik weet niet minder goed dat mijn vrouw in feite heel blij was dat ik die, laten we zeggen, uh, hobby had. De geschiedenis met uw zuster was totaal uitgekoud en had zichzelf overleefd. Mijn vrouw was al een paar dagen het huis niet meer uit geweest, omdat ze iets nieuws of omdat ze niets nieuws meer te melden had in de stad en iedereen het langzamerhand wel gehad had met dat epistel waar ze mee liep te leuren. Of kent u dat verhaal niet? Hè? En dan krijgt u ze me daar waarimpel twee en dan pardon opnieuw. Of kent u dat verhaal niet? En dan krijgt ze me daar twee zweepslagen. Die komen recht uit de hemel vallen. Ze liet ogenblikkelijk de paarden inspannen. Vrouwen hebben dat vaker, hè? dat hoef ik niet te vertellen. Ze vinden het heerlijk om het heilige boontje te spelen, ook al druipt hun woede ervan af. We hebben dat trouwens allemaal wel eens. Een mens voelt zich oos, hoe graag gekrenkt. Is u dat nooit opgevallen? Hm? Maar vrouwen toch wel, speciaal. Je zou zelfs kunnen zeggen dat dat het enige is waarmee ze zich amuseren. Raskolnikov had even op het punt gestaan om een einde aan Svidrigailovs visite te maken door gewoon weg te lopen, maar hij was toch ook wel benieuwd hoe het zou aflopen. En wie weet, kon, hij hem nog iets, kon het hem nog iets opleveren? Hij bleef dus. Hebt u losse handjes? Nee, niet echt, antwoordde Svidrigailov bedaard. Met mijn vrouw was hetzelfde zelden We hadden een goede verstandhouding, zat niet over met te klagen. In al die zeven jaar van ons huwelijk heb ik de zweep maar twee keer gebruikt, afgezien dan van nog een derde keer. Maar ja, dat was een apart raar geval. De eerste keer dat het zich voordeed waren we nog maar twee maanden getrouwd. Het gebeurde vrijwel direct nadat we naar het platteland waren verhuisd. En dan, dus pas geleden nog een keertje. U ging er vast en zeker van uit dat ik een of andere onmens was, een reactionaire pumel, een ouderwetse slavendrijver. Vervolgde hij grinnikend. Nou, ik zeg, en nu ik het zeg, herinnert u zich dat schandaal uh, van een paar jaar geleden toen er een frisse wind door ons land begon te waaien? Het ging om iemand van adel, zijn naam ben ik vergeten, die publiekelijk en in de pers aan de schandpaal werd genageld omdat hij een of andere Duitse had afgerost, in de, in de trein nog wel, weet u nog? Uh, het speelde een paar jaar geleden, kort na de publicatie in... Petersburgse berichten van een artikel met de titel De schandalige machinaties van het tijdschrift Onze Era. U herinnert het zich vast nog wel: het ging over die openbare voordracht van Pushkins Egyptische nachten, de zwarte ogen van de voordrachtkunstenares en dan dat. Oh, uh, waar zijn de Gouden Dagen onze jeugd? Uh. U mag gerust mijn, mijn mening weten. De kerel die die vrouw aftuigde, heeft mijn sympathie absoluut niet. Omdat het echt, nou ja, omdat zo iemand gewoon je sympathie niet uh, verdient. Anderzijds kan je niet ontkennen dat er soms van die provocerende zogenaamde Duitse wijven uh, zijn, uh, Waarvan bij iedereen, zelfs de grootste progressieveling onder ons, de handen beginnen te jeuken. Met die ogen keek niemand er destijds naar, terwijl dat nu juist een op- en top menselijk standpunt zou zijn: heb ik gelijk of niet? Weer moest Sidrigailov hartelijk lachen om wat hij had gezegd. Raskolnikov twijfelde er niet langer aan dat hij hier te maken had met een man die zich door niets van zijn stuk liet brengen. En wist wat hij wou. Zo te zien hebt u al een paar dagen met niemand gepraat, vroeg hij. Dat klopt wel zo ongeveer. Verbaast het u dat ik helemaal geen warrig type ben? Uh, wat me verbaast is dat u ze te goed op een rijtje heeft. Omdat ik me niet beledigd voel door uw lompe vragen. So what? Uh, waarom zou ik me beledigd voelen? Ik geef u een koekje van eigen deeg met mijn antwoorden, voegde hij eraan toe met een wonderlijk soort naïviteit. Ik interesseer me toch, toch al nauwelijks meer ergens voor, echt waar? ging hij verder. Zijn toon werd bedachtzaam. Zeker de laatste tijd, er is niks wat me kan boeien. Overigens, mag u best denken dat ik zoete broodjes bak en daarom zo inschikkelijk doe. Te meer dat ik u wil spreken over uw zuster, zoals ik u uh, meteen in het begin al zei. Maar ik meen wat ik zeg als ik beweer dat ik alleen maar verveling voel. Niks anders dan verveling. Vooral de afgelopen dagen. Ik werd nota bene al blij toen ik u zag. Want zelf maakt u ook een buitengewoon vreemde indruk, uh, Rodion Romanovic. Wordt niet boos dat ik het zeg. Uh, er is iets heel eigenaardigs met u. Juist nu. Ik bedoel niet... Nu deze minuut, maar nu in het algemeen. Oké, okay, oké, okay, ik hou wel op. Ik zeg niks meer. En niet zo boos kijken. Ik ben niet zo'n ongelikte beer als u wel denkt. Raskolnikov keek somber. U bent misschien wel helemaal geen ongelikte beer, antwoordde hij. Ik heb eerder het idee dat u uit een keurig milieu komt. Of althans dat u zich in die nodig heel fatsoenlijk kunt gedragen. Ik trek me er erg weinig Vanaan wat andere mensen denken, merkte Svidrigailov op, onwillig en met een arrogante ondertoon. Dus waarom zou ik niet af en toe vulgair doen? Gekroest haar, gekroesde zinnen, bovendien heb ik toch al die neiging van nature, hij lachte alweer. Naar verluid, kent u hier veel mensen? U bent toch iemand met contacten, zoals dat heet. Wat moet u dan van mij, tenzij u daar een speciale bedoeling mee hebt? vroeg Raskolnikov. U hebt het bij het rechte eind als u meent dat ik contacten heb, reageerde Svidrigailov zonder op de eigenlijke vraag in te gaan. Ik heb al een paar mensen gezien die ik kent. Ten slotte zwerf ik hier al drie dagen rond. Ik herken en word herkend. Logisch, want ik ben netjes gekleed en ga door voor een niet onbemiddeld man. Uh, de boerenhervormingen zijn aan ons voorbij gegaan. Mijn bezittingen bestaan grotendeels uit bossen en. Uiterwaarden die leveren hun geld altijd wel op. Maar ik heb geen zin daar nog langer mijn tijd door te brengen. Ik heb er niks te zoeken, en eerlijk gezegd had ik dat vroeger ook al niet. Dus hang ik hier rond voor de derde dag op rij als ik iemand tegenkom die ik ergens van ken. Laat ik dat niet merken, ik ontloop iedereen. Wat een stad ook. Ik bedoel, kijk nu eens hoe onze hoofdstad zich presenteert. Je zou het. Je houdt het niet voor mogelijk. Bomvol kanselarijambten en seminaristen. Er is trouwens veel wat me nooit eerder is opgevallen toen ik hier net zo rondslenterde, een jaar of acht geleden. Um, maar nu is al mijn hoop gevestigd op de anatomie. Ik zweer het. Op wat voor anatomie? En dan die clubs ging of onverstoorbaar verder. Opnieuw geen antwoord gevend op Raskolnikovs vraag. Restaurant Dussault, flaneren op het Jelagin-eiland. Het gaat best vooruit, dat zie ik ook wel, maar ze moeten het wat mij betreft maar uitzoeken. Ik doe niet mee. En om de tijd nu weer te gaan doodslaan uh, met kaarten en de boel belazeren? Hebt u dat dan gedaan, vroeger? Uiteraard. We waren met een hele club, allemaal keurige, nette mensen, mensen met goede manieren. Er zaten dichters bij en industriëlen. Acht jaar geleden was dat. We moesten toch wat met onze tijd. Bij ons in Rusland hebben de mensen die door het leven gepokt en gemazeld zijn, sowieso de beste manieren. Is u dat wel eens opgevallen? Pas sinds ik op het platteland woon, ben ik zo verslonst. Toch kwam ik toen bijna in de nor vanwege mijn schulden aan het ventje uit Neerzien. Vervolgens dook de vrouw op met wie ik wou trouwen. Ze begon te onderhandelen en kocht me vrij voor 30.000 zilverlingen. Ik was er 70.000 schuldig. Het huwelijk werd gesloten en ze ontvoerde me stand TPD naar het landgoed alsof ze de buit binnen had. Let wel, ze was vijf jaar ouder dan ik en ze was gek op me. Zeven jaar lang heb ik in die negorij vastgezeten. Vergeet niet dat ze een papier had dat mij incrimineerde op naam van een derde, voor, de derti, voor die dertigduizend zilverlingen. Wee mijn gebeente als ik zou gaan opspelen. Dan zou ik hangen. Ze zou nergens voor, mijn, voor zijn teruggeschrokken. Vrouwen kunnen dat soort tegenstrijdige gevoelens moeiteloos combineren. Was u er van doorgegaan als dat papier niet had bestaan? Wat zal ik daarop zeggen? Uh, op zich had ik er geen last van. Ik hoefde niet per se ergens anders heen. Mijn vrouw wou me best op een reisje naar het buitenland, omdat ze zag dat ik me verveelde. Alsof dat zou helpen. Ik was al eerder in Europa geweest en vond het erom te stikken. Ik weet niet, de zon gaat onder, je zit aan de baai van Napels, je kijkt naar de zee en je voelt je triest. Het stomste is dat je inderdaad ergens over zit te treuren. Nee. Geef mij dan maar mijn eigen land. Hier kan je in elk geval de schuld aan de anderen geven en zelf je handen in onschuld wassen. Ik zou misschien best mee willen met die expeditie die ze naar de Noordpool plannen. Want ik heb een kwade dronk over me en dat is niet leuk. Maar behalve de alcohol is er niks wat me nog wat doet. Ik heb van alles geprobeerd. Hebt u gehoord dat Berg aanstaande zondag een ballonvaart organiseert vanuit het Jusopov Park? Het schijnt een gigantisch ding te zijn en je mag mee als je er goed voor betaalt. Zou u mee willen? Ik? Nee. Ach, mompelde Svidrigailov. Hij keek elders met zijn. eh, tenminste. Ah, ik? ik. Ik herneem. Godverdomme. Ik? Nee. Ach, mompelde Svidrigailov. Hij leek elders met zijn gedachten. Wat zou hij toch van plan zijn? vroeg Raskolnikov zich al die tijd af. Nee, in dat papier zat het hem niet, hernam Svidrigailov verstrooid. Het lag aan mezelf dat ik niet in beweging kwam. Daar komt bij dat mijn vrouw dat document al een jaar geleden aan me heeft teruggegeven voor mijn naamdag. Ik kreeg er zelfs nog een ruimhartige financiële bonus bij. Zat geld zat. Ziet u hoe goed van vertrouwen ik ben, Arkadi Ivanovich, zei ze. Echt waar, die uitdrukking gebruikte ze. Gelooft u het niet? U moet weten dat ik me daar op het land tot een bekwaam landheer had ontwikkeld. Ze kende me in de wijde omgeving, ik legde een bibliotheek aan. Mijn vrouw stimuleerde me in het begin, maar later werd ze bang dat ik er raar van in mijn hoofd zou worden. Zo te zien, of tenminste, zo te horen, mist u haar behoorlijk? Ik? Ja, dat kan zijn, ja, kan zijn. Gelooft u trouwens in geestverschijningen? In wat voor geestverschijningen? Waar gewoon in geestverschijningen? U dan? Ja, als u dat zo vraagt, uh, misschien niet, uh, als ik u daarmee plezier kan doen, uh, pour vous plaire, maar dat ik er echt niet in geloof, kan ik toch moeilijk zeggen. Ziet u ze wel eens? of wierp hem een blik toe waaruit je alles en niets kon afleiden. Mijn vrouw komt af en toe op bezoek, zei hij met een vreemde grimas. Hoe moet ik dat zien? Het is mij al drie keer overkomen. Voor het eerst nog op de dag van de begrafenis. Toen we terugkwamen op het kerkhof op de avond voor mijn vertrek naar Petersburg. De tweede keer was gisteren, onderweg terwijl de zon opkwam op station Malaya Vichera. En toen, zon net weer, twee uur geleden, in de woning waar ik een kamer heb gehuurd. Ik was in mijn eentje. Was u wakker? Ja. Klaar wakker? Ja. Alle drie de keren. Ze komt naar me toe, praat, laten we zeggen, een minuut lang tegen me en gaat weer weg. Door de deur. Altijd door de deur. Soms denk ik zelfs dat ik het hoor. Hoe is het mogelijk? Ik dacht al dat er iets in dat genre met u aan de hand was. Liet Kolnikov zich abrupt ontvallen tot zijn eigen verrassing en zelfs verbijstering. Hij was helemaal opgewonden. Hé, wat? Dacht u al zoiets? vroeg Svidrigailov verbluft. Serieus? Ik wist het wel. We hebben iets van elkaar, toch? Helemaal niet. Dat, hebt u, dat heb ik u nooit gezegd, reageerde Raskolnikov scherp en fel. Nee, nee. Ik had heus het idee van wel, zo even, toen ik binnenkwam en u zag liggen met de ogen dicht om net te doen of u sliep, toen zei, zei ik in mezelf: Ah, dat is hem. Dat is hem, hè? Wat bedoelt u? Waar hebt u het over? Riep Raskolnikov uit. Waarover ik het heb? Volgens mij weet u dat zelf niet eens, mompelde Svidrigailov. Gaylor. Klonk volstrekt openhartig en leek inderdaad behoorlijk in de war. Een tijdje zei geen van beide iets, ze staarden elkaar alleen maar aan. Wat een onzin allemaal, Raskolnikov klonk geïrriteerd. Wat zegt ze dan tegen u als ze bij u komt? Wat ze zegt. Allemaal prietpraat, wat anders. Dan moet je net mij hebben. Ze, maakte, ze maakt me er alleen maar kwaad mee. De eerste keer, na de begrafenisdienst dus, zat ik daar, in mijn eentje, op mijn studeerkamer. Ik was afgepeigerd van het gedoe, de dode mis, met dat rust in vrede en met de litanie, de hapjes en de drankjes. Ik had een sigaar opgestoken en liet mijn gedachten de vrije loop. Ze komt door de deur naar binnen en zegt Arkady Ivanovich... U bent vanwege de drukte vandaag helemaal vergeten de klok in de eetkamer op te winden. Zeven jaar lang had ik dat ding elke week eigenhandig opgewonden. Dat was zo. En als ik het al eens vergat, dan kwam zij me eraan herinneren. De volgende dag nam ik de trein hier naartoe. S morgens heel vroeg lopen we uh, Malaya Vichera binnen. Ik voelde me gebroken, want ik had amper geslapen en kon mijn ogen bijna niet openhouden. Ik ga naar de restauratie en bestel koffie. Opeens komt ze naast me zitten met een pak kaarten in de hand. Zal ik u de toekomst voorspellen voor een prijs? Zegt ze. Daar was ze heel goed in in kaart leggen. Stom genoeg maakte ik me uit de voeten. Ik was me rot geschrokken. Bovendien ging de bel, gelukkig. En vandaag zit ik daar op mijn huurkamer met een steen op mijn maag vanwege het gore vreten dat me in een zogenaamd restaurant was voorgezet ik zit te roken en daar was ze weer feestelijk uitgetost in een nauwe of tenminste nieuwe groenzijde Japon met extreem lange sleep goeiedag Arkadi Ivanovich zegt ze wat vindt u van mijn jurk zo maakt Aniska ze niet Aniska is de naaister bij ons op het dorp van oorsprong een lijfeigene maar met een opleiding in Moskou knap grietje daar staat ze, Marfa Petrovna, met haar kom te draaien, pal voor mijn neus. Ik bekijk haar jurk en zeg, Marfa Petrovna, wat moet dat? Waarom komt u me lastigvallen met dit soort flauwekul? Ach, godvadertje, mag ik je ook al niet meer lastigvallen? Ik zeg terug om haar te pesten, Marfa Petrovna, ik ben van plan om te hertrouwen. Ah, van u had ik dat kunnen verwachten, Arkady Ivanovich, zegt ze. U bent nu eenmaal schaamteloos. Hè? Uw vrouw is koud begraven of u neemt alweer een nieuwe. Als er nu nog enig overleg bij te pas kwam, ik weet van tevoren dat u haar daarmee net zo min een dienst zal bewijzen als uzelf. U zult alleen maar worden uitgelachen. Ze pakt haar boeltje en loopt weer naar buiten. Ik hoorde de sleep van haar japon ruisen. Idioot, niet? En wie zegt dat u dat niet allemaal uit uw duim zuigt? <laughs> Ik lieg zelden, antwoordde Svidrigailov afwezig. Het was, of de grofheid van woorde, het was of de grofheid van Raskolnikovs woorden niet tot hem doordrong. En vroeger dan, zag u toen nooit geesten? Nou jawel, één keer, zes jaar geleden. Ik had een knecht die Filka heette en die net was begraven, maar dat was ik even vergeten. Dus ik riep: Filka, mijn pijp. Hij komt binnen, loopt regelrecht naar de porseleinkast met de pijpenla. Dat is zijn wraak, denk ik nog. Ik had namelijk vlak voor hij stierf knallende ruzie met hem gehad. Dus ik zeg: Hoe haal je het in je kop hier binnen te komen in die slonzige jas? Er zit een gat in de elleboog. Wegwezen, lummel. Hij liep de kamer uit en kwam nooit meer terug. Ik had die hele episode verzwegen voor mijn vrouw. Ik had een dodenmis voor hem willen bestellen, maar mijn geweten knaagde. Misschien moeten we een dokter zien, zegt Raskolnikov. Uh, daar heb ik u niet voor nodig om dat te vertellen, dat ik iets mankeer, al zou ik niet zeggen wat. Zou ik niet kunnen zeggen wat. Volgens mij ben ik nog altijd vijf keer zo gezond als u. Ik heb u niet gevraagd of gelooft u dat geestesverschijningen zich voordoen, maar of u gelooft dat ze bestaan. Oké, opnieuw. Daar heb ik u niet voor nodig om me dat te vertellen, dat ik iets mankeer. Al zou ik niet kunnen zeggen wat. Volgens mij ben ik nog altijd vijf keer zo gezond als u. Ik heb u niet gevraagd of u gelooft dat geestesverschijningen zich voordoen, maar of u gelooft dat ze bestaan. Nee, dat geloof ik absoluut niet, antwoordde Raskolnikov, boos, schreeuwerig. Hij wordt er gewoonlijk. opnieuw. Hoe wordt er gewoonlijk geredeneerd wanneer het erover gaat? ging Svidrigailov door op zijn eigen gedachten. Hij hield zijn hoofd gebogen en keek schuin opzij, zodat het leek alsof hij zich in zichzelf praatte. Je bent ziek, zeggen ze. Daarom is het allemaal geëil en zie je dingen die niet bestaan. Maar goed bekeken is dat geen sluitende logica. Oké, okay, alleen zieken zien spoken, maar dat bewijst alleen maar dat je ziek moet zijn om spoken te kunnen zien en niet dat spoken überhaupt niet bestaan. Natuurlijk bestaan er geen spoken, hield Raskolnikov knorrig voet bij stuk. Nee, denkt u van niet? Svidrigailov draaide zijn hoofd langzaam naar Raskolnikov en keek hem aan. Maar wat vindt u dan van de volgende redenatie? Ik probeer me te volgen. Laten we nu stellen dat geesten eigenlijk brokjes en flarden zijn van andere werelden, de beginfase daarvan. Voor een gezond mens heeft het geen zin ze op te merken, want gezonde mensen zijn zo aards als maar kan en moeten uitsluitend het leven leven van deze aarde. Alleen zo krijgt hun bestaan invulling en wordt chaos vermeden. Maar wanneer er iemand ook maar een klein beetje ziek wordt en de normale aardse orde in zijn organisme ook maar voor een grammetje wordt aangetast, dan doemt de mogelijkheid van het bestaan van een andere wereld op. En hoe zieker hij wordt, hoe meer verbindingslijntjes er komen met die andere wereld, totdat hij sterft en naar die andere wereld overgaat. Volgt u mij? Ik heb er veel over nagedacht. Als u in een leven na de dood gelooft, moet u mijn redeneertrand in principe ook kunnen onderschrijven. Ik geloof niet in een leven na de dood. Svitrigailov zat in gepeins verzonken. Maar wat als er alleen maar spinnen en dat soort griezels zijn daar, zei hij opeens. Hij is gek, dacht Raskolnikov. We denken altijd aan de eeuwigheid als aan iets ongelukkigs. Begrijpelijks, een idee dat boven ons uitstijgt, iets enorms, maar waarom zou het zo enorm zijn? Wie zegt dat die eeuwigheid zich niet beperkt tot één enkel klein hokje? Een badschuurtje, ergens buiten, helemaal beroet van binnen, met spinnen in alle hoeken. Af en toe doemt dat beeld van de eeuwigheid voor mijn ogen op. En er komt niets in u op wat er een beetje rechtvaardiger en troostrijker uitziet dan dat? Echt niet? riep Raskolnikov uit, totaal omdaan. Rechtvaardiger? Waarom zou het nu niet juist heel rechtvaardig zijn? Zal ik u eens wat zeggen? Als het aan mij lag, zou ik de eeuwigheid zo inrichten. Helemaal precies zo, antwoordde Svidrigailov met een onbestemd glimlachje. Raskolnikov vond die repliek zo pervers dat het hem koud om het hart werd. Svidrigailov keek hem opnieuw aan, heel aandachtig. Nu. En barstte in schaterlachen uit. Is het niet fantastisch, juichte hij. Een half uurtje geleden kenden we elkaar nog niet eens. We waren vijanden voor elkaar. We hadden een groot onopgelost probleem. Maar dat hebben we overboord gezet om ons in dit soort diepzinnigheden te storten. Ik zei toch dat we uit hetzelfde hout gesneden zijn. U zult mij een genoegen doen, hervatte Raskolnikov, geprikkeld, wanneer u mij nu zonder verdere omwegen meedeelt waarom u mij hebt vereerd met een bezoek en, en um, ik heb haast, ik heb geen tijd, ik heb een afspraak. Zo u wilt, natuurlijk, zo u wilt. Treedt uw zuster Avdotya Romanovna in het huwelijk met de heer Lujin Pyotr Petrovich? Opnieuw. Zo u wilt, natuurlijk, zo u wilt, uh, treedt uw zuster Avdotja Romanovna in het huwelijk met de heer Luuzin Piotr Petrovic. Ik zou het op prijs stellen wanneer u geen vragen stelt aangaande mijn zuster en zelfs haar naam niet in uw mond neemt. Het gaat mijn verstand te boven dat u haar durft te noemen in mijn aanwezigheid, tenzij u helemaal Svidrigailov niet bent. Ik heb toch gezegd dat ik het over haar wou hebben. Hoe kan ik dan haar naam vermijden? Eh, goed dan, zeg wat u te zeggen hebt, nu meteen. Ik weet zeker dat uw mening over deze meneer Lougin, die overigens familie is van beide mijn echtgenoten, reeds gevormd hebt, euh, zelfs als u maar een kwartiertje in mijn gezelschap hebt verkeerd, of als u het moest stellen met een minimum aan juiste informatie over hem. Zijn niveau is niet dat van Avdodja Romanovna. Naar mijn idee, offert zij zich heel grootmoedig en onzelfzuchtig op voor haar familie euh, als ze met hem trouwt. U van uw kant zou, indien ik alles wat ik over u gehoord heb in aanmerking neem, zeer tevreden zijn wanneer het voorgenomen huwelijk niet doorgaat, zonder dat daarbij bepaalde belangen zouden worden geschaad. Nu ik u persoonlijk heb leren kennen, ben ik daar meer dan ooit van overtuigd. Um, alles wat u hier zegt maakt een buitengewoon banale, sorry, ik bedoel een buitengewoon brutale indruk op me, zei Raskolnikov. U bedoelt daarmee te zeggen dat ik op mijn eigen voordeel uit ben? Uh, maak u geen zorgen, Rodion Romanovic. Want als ik uit puur egoïstische motieven handelde, zou ik mezelf niet zo blootgeven. Zo'n sukkel ben ik nu ook weer niet. Nee, ik zal u eens een, een psychologische eigenaardigheid verklappen. Toen ik zo straks mijn gevoelens voor Avdotja Romanovna probeerde te, rechtvaardigen, op, uh, te, te, probeerde te rechtvaardigen, opperde ik de mogelijkheid dat ik zelf het slachtoffer was. Weet dan dat ik die gevoelens niet langer voor haar koester? De liefde is echt helemaal over, waar ik zelf ook verbaasd van sta. Want er was wel degelijk iets. Iets wat voortkwam uit uw innerlijke leegte en uw verdorven karakter, onderbrak Raskolnikov hem. Dat zegt u goed, ik, ik ben slecht en plat. Evengoed bezit uw zuster zoveel prachtige eigenschappen dat zelfs ik er niet onbewogen onder kon blijven. Maar inmiddels zie ik uh, dat het allemaal nergens op sloeg. En wanneer is u het licht opgegaan? Het was mij al eerder begonnen te dagen, maar eergisteren gingen mij de ogen pas werkelijk open. Ongeveer op het moment dat ik in Petersburg aankwam, in Moskou meende ik nog dat ik op weg was. Om naar de hand van uw zuster te dingen als concurrent van de heer Loegin. Neem me niet kwalijk dat ik u onderbreek, maar doe mij een lol en kom tot de zaak. Wat is het doel van uw bezoek? Ik heb haast en ik moet zo weg. Met het grootste genoegen. <coughs> ik heb besloten om een grote reis te ondernemen. Daarvoor moet ik de nodige voorbereidingen treffen. Om te beginnen zijn er de kinderen, maar. Die heb ik ondergebracht bij een tante. Financieel zijn ze zeer rijkelijk voorzien en ze hebben mij niet nodig, want wat ben ik nu voor een vader? Voor, me, voor mezelf maak ik alleen aanspraak op het geld dat ik vorig jaar van mijn vrouw heb gekregen. Voor mij is dat toereikend, mijn werkelijke zorg betreft iets, iets anders. Voor ik mijn reis aanvang, als die tenminste doorgaat, wil ik mijn rekening met de heer Loezien vereffenen. Niet dat ik een speciale hekel aan hem heb, maar. In de botsing met mijn vrouw speelde hij een hoofdrol. U moet weten dat zij de hand had in zijn huwelijksaanzoek. Zij probeerde hem aan uw zuster te koppelen en daar was ik toen net achter gekomen. Daarom. Zou ik nu graag een ontmoeting hebben met Avdotja Romanovna op uw voorspraak? En als u wilt ook in uw bijzijn, dan kan ik haar uitleggen dat een huwelijk met dat heerschap haar geen enkel voordeel oplevert en haar eerder zal schaden. En daarnaast wil ik mijn excuses aanbieden voor alle narigheid die haar de laatste tijd is overkomen en ik wil haar 10.000 roebel aanbieden, zodat ze kan breken met de heer Luzin. Ik, ik weet wel haast zeker dat ze daar. Best oren naar zal hebben en dat de mogelijkheid om zo'n breuk te bewerkstelligen alleen maar zal verwelkomen. U bent echt gewoon gek, riep Raskolnikov uit. Eerder verbaasd dan boos. Hoe durft u? Ik wist wel dat u moord en brand zou schrijven. Um, luister, luister. Um, uh, ten eerste, ik, ik ben niet heel rijk, maar ik heb die 10.000 vrij. Ik, ik heb ze absoluut niet nodig, absoluut. Niet. Als Afdotia Romanovna ze niet accepteert, doe ik er misschien nog iets veel dommers mee. En ten tweede, mijn geweten is zuiver. Mijn aanbod is volstrekt onbaatzuchtig. Geloof het of niet, maar u zult zich daar allebei van kunnen overtuigen, naderhand. En ten derde, ik heb uw zuster, die ik buitengewoon respecteer, wel degelijk de nodige ellende bezorgd. En dat spijt me bijzonder. Ik wil daarom heel graag iets terugdoen. Dat, dat meen ik. Niet om mijn schuld af te kopen, niet bij wijze van compensatie voor het leed dat daar is aangedaan, maar ook om... Is iets goeds te kunnen doen. Gewoon dat. Ik wil me immers niet het privilege voorbehouden om alleen maar kwaad te stichten. Als ze maar een atoompje berekening aan mijn aanbod kleefde, euh, zou ik niet zo open en bloot te werk gaan. Ook zou ik dan wel wat meer dan 10.000 bieden. Nog maar vijf weken geleden kon ze een veelvoud daarvan krijgen. <coughs> Bovendien ga ik waarschijnlijk heel binnenkort trouwen met een, een jong meisje, waardoor alle argwaan dat ik kwade bedoelingen zou hebben met uw zuster komt te vervallen. En tot slot kan ik uh, nog toevoegen dat uw zuster hetzelfde geld vangt, alleen van een ander, uh, door met de heer Luzin te trouwen. <coughs> Wordt nu niet kwaad, Rodion Roman Romanovic. Um, hou het hoofd koel en wint u niet op zelf hield Svidrigailov onder het spreken, onder het spreken tenminste zijn hoofd volstrekt koel cool en bond hij zich volstrekt niet op. Ik verzoek u hiermee te stoppen, zei Raskolnikov. Hoe dan ook is uw zogenaamde aanbod onvergeeflijk ongemaneerd. Geen zins. Vanuit uw optiek wordt iemand het recht ontzegt om zelfs maar een kruimeltje goed te doen wanneer daar formele bezwaren aan kleven. Dat wil zeggen, wanneer de etiketten het niet toelaat. Dan is kwaad doen het enige wat zo iemand resteert. Dat is toch absurd? Stel nu eens dat ik doodging en die 10.000 uh, 10 roebel via de kerkelijke instanties aan uw zuster zou nalaten. He? Zou ze dat dan weigeren? Dat zou heel goed kunnen. Nou. Uh, ''Dat geloof ik toch echt niet, maar wat zou het ook hè, dan niet? Laat maar, maar toch is 10.000 geen kattenpis. Uh, het kan altijd nog eens van pas komen.'' ''Hoe het ook zij, wilt u uw zuster overbrengen wat ik heb gezegd?'' ''Geen sprake van,'' zei Raskolnikov. ''In dat geval zie ik mij genoodzaakt zelf te zorgen dat ik een onderhoud met haar krijg. Uh, dan moet ik haar dus lastig vallen.'' ''En als ik haar er wel over spreek, ziet u dan af van een ontmoeting met haar?'' Eerlijk gezegd weet ik niet hoe ik daarop moet antwoorden. Ik zou haar ontzettend graag nog een keer zien. Zet dat maar uit uw hoofd. Jammer dan. Maar hou er rekening mee dat u mij nog niet kent. Wie weet, komen we dan wel nog nader tot elkaar. Ja, denkt u dat? Waarom niet? Kaatste Svidrigailov de vraag glimlachend terug. Hij stond op, pakte zijn hoed. Niet dat ik u zo graag wil storen onderweg naar u toe, rekende ik eigenlijk nergens op, hoewel uw gezicht mij wel aan het denken had gezet. Hoe, wanneer hebt u mij dan gezien? Oh, pas geleden, heel toevallig. Ik heb voortdurend het idee dat u iets heeft waardoor ik goed met u overweg zou kunnen. Nee, wint u niet op. Ik ga u het leven heus niet zuur maken. Ik kon me aanpassen en mijn, uh, aan mijn collega Valspelers. Ik heb, zvorst, ik heb vorst <laughs> Svirbier. Oké, okay, dat ga ik even hernemen. nemen. Pas geleden, heel toevallig. Ik heb voortdurend het idee dat. U iets heeft waardoor ik goed met u overweg zou kunnen. Nee, wint u niet op, ik ga u het leven heus niet zuur maken. Ik kon me aanpassen aan mijn collega Valspelers. Ik heb vos, Vorst Svirbier, een hoge ome die in de verte fam familie van me is, nooit in de weg gelopen. In het poëziealbum van mevrouw Prilukova Pri Pri heb ik een vers geschreven over de Madonna van Raphaël. Met mijn eigen vrouw heb ik zeven jaar lang onder één dak geleefd, zonder haar een dag in de steek te laten. In lang vervlogen dagen heb ik regelmatig mijn toevlucht gezocht in het nachtaziel aan het hooiplein. En misschien vlieg ik wel met Berg mee in zijn luchtballon. Dat is dan allemaal heel goed van u. Uh, mag ik vragen wanneer uw reis aanvangt? Welke reis? Ja, nu gewoon uh, de reis waar u het over had. Hé? Ah ja, dat is waar ook. Ja, ja, ik heb u daarover gesproken. Maar aan die onderneming zitten nog heel wat haken en ogen. U moest eens weten. Hij liet een kort maar knetterend lachje horen. Misschien ga ik in plaats daarvan wel trouwen. Hm? Ze hebben een bruid voor me gevonden. Hier, ja. Hoe, hoe hebt u dat zo snel klaargespeeld? Toch zou ik heel graag eerst nog een ontmoeting hebben met uw zuster. Serieus. Nu ja, uh, tot ziens. Ach, ik zou haast iets vergeten. Um, zeg alsjeblieft tegen uw zuster dat mijn vrouw bij het testament 3000 roebel aan haar heeft vermaakt. Dat is 100% betrouwbare informatie. Marfa Petrovna heeft, een week voor haar overlijden, heeft dat een week voor haar overlijden nog in orde gebracht. Ik was er zelf bij. Afdotia Romanovna kan het geld binnen een maand tegemoet zien. Echt waar? Jazeker, vertel het haar maar. Ik ga om u te dienen. Ik woon trouwens vlakbij. In de deuropening... Lips Vidrikylov tegen het op. Benieuwd naar het vervolg? Tot morgen. Dit was Misdaad en Straf, voorgelezen door Lazarus. In de lente van 2022 brengen we dit straffe verhaal op de scène. Kom kijken, graag tot dan!